Dames en heren, beste kijkers en luisteraars en in het bijzonder alle verpleegkundigen en verzorgenden. Goedenavond. Het is mij een waar genoegen om u toe te spreken in verband met de Internationale Dag ter Verpleging, welke wereldwijd elk jaar op 12 mei wordt gevierd. 12 mei is de geboortedag van Florence Nightingale, een Britse verpleegkundige, pionier en grondlegger van de moderne verpleging. En ter herinnering van haar baanbrekend werk is deze dag door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Verpleging. Op deze dag wordt bijzondere aandacht besteed aan de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg. In vele zorginstellingen zijn er op en rond 12 mei kleine en grote activiteiten waardoor verpleegkundigen en ook verzorgenden laten zien wat hun waarde is voor deze gezondheidszorg. Deze dag staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de beroepstrots. Het thema van 2018 is Nurses, a voice to lead. Florence Nightingale was meer dan de statement die vaak gekoppeld is aan haar bijnaam, The Lady with the Lamp. Behalve het feit dat zij in de avonduren zieken opzocht met een olielamp in haar hand, geeft het symbool van de lamp nog meer aan, namelijk het licht van noodzakelijk voor donkere dagen van de Krimoorlog. Het gaf ook haar brede visie in de gezondheidszorg van het verplegen op zich. Deze dag leent zich daarom meer dan ooit om een aantal belangrijke historische mijlpalen van deze icoon in de verpleging aan te geven. Florence Nightingale was van de eersten die wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van rapporten, notities waarin ook statistische weergaven van data waren verwerkt. Beleidsmakers en anderen konden overtuigen om het beleid aangaande gezondheidszorg en de hygiëne in hospitalen een andere wending te geven. Hierdoor werden de hygiënische omstandigheden van ziekenhuizen in oorlogsgebieden en elders aangepakt en werd zodoende miljoenen levens gespaard. Ze publiceerde meer dan 200 boeken, rapporten en pamfletten en was één schaduwschrijfster van vele overheidsdocumenten de gezondheidszorg betreffende. De rapporten brachten ook grote sociale hervormingen teweeg voor kwetsbare groepen in diverse samenlevingen. Bovengenoemde feiten zijn slechts een summere opsomming en uiteenzetting van enkele mijlpalen behaald door de uitzonderlijke verpleegkundige Florence Nightingale. Kort gezegd, zij bracht de focus naar de sociale determinanten van gezondheid, welke ook in deze tijd vele samenlevingen voor grote vraagstukken plaatsen, de gezondheid en het welzijn van de populatie regarderen. Zij onderschreef de noodzaak van mensgerichte zorg en meer aandacht voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Kortom, gezondheid erkennen als een mensenrecht. Ook in de grondwet van Suriname staat in artikel 36, een ieder heeft recht op gezondheid. Vanuit dit fundament is de verpleegkundige professie uitgegroeid tot een van de meest gespecialiseerde en mensgerichte beroepen
in de wereld met een scala van verpleegkundige specialismen voor zowel de preventie, intra- als extramurale zorg, waarbij de mens in al zijn facetten centraal staat. Ook in Suriname werd deze trend gevolgd na de Alma-Ata-conventie, waarbij het doel was health for all. En de mindshift werd gemaakt van cure naar care en de centrale opleiding voor verpleegkundigen en aanverwante beroepen werd opgestart. De multi-inzetbare verpleegkundige werd afgeleverd die vanuit een holistische benadering kan verplegen, ongeacht de plek waar hij of zij te werk is gesteld, waarbij de mens en de gemeenschap centraal staan en niet de ziekte. Gezien de uitgangspunten van het verpleegkundig onderwijs en de verpleegkundige professie, vervullen verpleegkundigen een belangrijke voorhoede rol bij het universeel toegankelijk maken van de gezondheidszorg. Universal Health Coverage. Het behalen van Sustainable Development Goals, het minimaliseren en of helpen wegwerken van sociale ongelijkheden die grotendeels de oorzaak zijn van ziekte. De regering van Suriname is bewust van de kracht van de verpleegkundige beroepsgroep en dat die de kennis, vaardigheden en competenties dienen te ontwikkelen die nodig zijn in een modern en efficiënt zorgsysteem. Zeer gewaardeerde verpleegkundigen en verzorgenden, mag ik u namens de regering van Suriname nogmaals verzekeren dat wij trots zijn op u allen, op het werk dat u verricht voor enkelen onder u, onder minder ideale omstandigheden. Daarvoor zijn wij u zeer dankbaar. Wij weten dat u elke dag weer onvermoeid uw werkzaamheden aanvangt en dat allemaal in het belang van de mens. Dank u zeer en wij streven ernaar om onze waardering naar u en naar al hetgeen dat u doet beter te doen blijken.